Keep It Coming Love om 9:15. Filmliefhebbers, die zullen vandaag in hun handjes knijpen van de enthousiasme, want het filmfestival op Curaçao komt terug. De samenwerking met het filmfestival Rotterdam werd verrassend eigenlijk het afgelopen jaar beëindigd. Hè. Vanuit Rotterdam werd gezegd, jongens, we hebben echt geen geld meer na COVID om nog op Curaçao dat project erbij te doen. En dus moest het Curaçao's filmfestival Fondation Bon Intention op zoek naar een nieuwe partner. En dat is Film by the Sea Festival geworden in Vlissingen. Niet onbekend. Aan de telefoon de drijvende kracht achter het filmfestival op Curaçao. Dat is Michael Elias. Bon tardi. Ja, goedemiddag. Hè. Onderweg naar Vlissingen, begrijp ik toch? Ja, Maarten, dank je wel. Ja, ik ben onderweg naar Vlissingen. Dank voor je telefoontje en jouw enthousiasme, ook al gedurende de film days. Ah, ja. Is zeer stimulerend, moet je zeggen. Nou, dat komt niet uit het niks. Was Film by the Sea de meest voor de hand liggende keuze om mee samen te werken? Was dit optie nummer 1? Nou, er waren een paar opties, maar de mensen die daarbij betrokken zijn geweest, met name Lex Veerkamp, bekend op Curaçao en goed ingevoerd in de filmwereld hier. Uh-huh. Ja, na vele gesprekken zijn we eigenlijk hierop uitgekomen. Het is niet zo dat we met tig partijen hebben gesproken, hoor. Dat is niet het geval geweest. Nee. Wat is dat Film by the Sea Festival? Is dat een beetje vergelijkbaar met Rotterdam? Nou, het is kleiner. Het bestaat nu, ze vieren dit jaar een 25-jarig lustrum. Ja, internationaal minder bekend. Maar een heel bijzonder festival. In die zin, hun niche is, dat zijn boekverfilmingen. Zo zijn we ook gedurende het gesprek hebben gezegd, goh, hebben jullie wel eens de boekverfilming Dubbelspel gedaan? Nou ja, dan van het een komt het ander. En afgelopen week is Dubbelspel daar gedraaid. En daar mocht ik voor het publiek de eerste mededeling publiekelijk doen over de voorgenomen samenwerking. Wat te gek zeg. Betekent dat dan, als dat inderdaad de niche is, dat het louter om boekverfilmingen gaat, dat ook op Curaçao dat karakter er zal zijn? Of krijgen we ook gewoon andere films uit de regio? Hè? Want je sluit heel veel uit daarmee ook. Nou nee, kijk, het zijn niet alleen boeken. Ze draaien 150 films dit jaar. En de competitie van boekverfilmingen, dat zijn er een stuk of 7. Mm-hmm. Daarnaast zijn er nog andere boekverfilmingen, zoals Dubbelspel, buitencompetitie. Maar het merendeel van de films, dat zijn niet boekverfilmingen. De films die je in meerdere festivals tegenkomt. Juist. Wat betekent dit voor het Curaçao Filmfestival? Want het gaat weer gebeuren in april. Ik heb de aankondiging zelfs al voorbij zien komen online. Dus dat is allemaal snel erop gezet. Wat betekent dit voor de inhoudelijke invulling? Wordt het precies een filmfestival als andere jaren? Of gaan er overal wel dingen veranderen? Nou, in principe gaan we door zoals de voorgaande jaren. Iets kleiner qua opzet. En meer gericht op de regio. Meer gericht op de eilanden. Daar gaan we ook een speciale campagne voor opzetten. Om de lokale filmmakers op te roepen. Om hun producties in te dienen. En dat kan een short zijn. Dat kan een feature zijn. En dat zal dan beoordeeld worden en deel uitmaken met een grotere component dan voorheen van het festival. Ik mag memoreren dan in het festival van 2020, wat helaas niet door is gegaan, hadden we een aantal mooie premières, zoals Rudy Platen, Jubismo, Watamula. We willen meer op die weg doorgaan. Ja. Hopen dat de filmmakers inderdaad ook die oproep te harte nemen en aan de slag gaan om mooie dingen te maken. Ja, god, of producties die al af zijn of bijna af. We streven natuurlijk wel om een zin dat het een unieke voorstelling moet zijn. Een première of bijna première. Ja. Maar we zullen natuurlijk ook de filmmakers uit Antillen die wonen, werken in Nederland of breder in Europa ook oproepen. Ja. Waarom is zo'n partnership met zo'n filmfestival zo belangrijk? Wat haal je ermee in huis wat je anders niet zelf zou kunnen doen?
Nou, met, als een klein beetje de film terugspoelen. Je hebt nodig toegang tot bepaalde films die je niet in de reguliere distributie komen. Mm-hmm. En als zo'n film vertoond is op een filmfestival, kan je via een partnership zo'n boeking doen. Je kunt een deel van het aanbod makkelijk overnemen eigenlijk. Ja, een deel van het aanbod kan je. En verder hebben de wat grotere festivals, zoals Film by the Sea, hebben scouts. Doen zelf veel aan scouts. Dus die gaan de grotere festivals of de kleinere, die lopen ze af. Daar doen ze contacten op. En die kunnen voor ons ook interessant zijn. Bijvoorbeeld onze Yellow Robin. De competitie, misschien kan je dat nog herinneren. Jazeker. Dat is de competitie van filmmakers uit de regio, maar ook Midden- en Zuid-Amerika inmiddels. Dan kunnen wij via zo'n partnership de winnaar op Curaçao vertonen in zo'n internationaal platform, wat ook Vlissingen is. Ja, het is eigenlijk. En die kunnen zo'n film ook. Een springplank, ja, hè, voor regionale filmmakers of lokale filmmakers om ook in Nederland of andere Europese festivals vertoond te worden. Ja. En het vertaalt zich verder dat je. Dat is een kleine markt, dus een kleine organisatie die wij hebben als het filmfestival. Kan je gebruik maken van know-how, workshops kan je combineren. Mm-hmm. En we kunnen mensen vanuit Curaçao die daarvoor kwalificeren, dat hebben we ook in Rotterdam gedaan. Die kunnen dan zo'n filmfestival in Vlissingen bijwonen. En daar is ook van alles gaande op het gebied van kennisoverdracht. Ja. Het filmfestival op ons eiland heette altijd het Curaçao International Film Festival Rotterdam. Dat was eigenlijk alleen de C was voor het IFFR gezet, het International Film Festival Rotterdam. Hoe gaat het dan nu heten? Wordt het dan het Film by the Caribbean Sea Festival? Ja. Nou, dat mag je als ondertitel gebruiken. Maar inderdaad, een scherpe opmerking. Het heet Curaçao International Film Festival. Alleen Rotterdam is eraf gevallen? Rotterdam is, ja. Die maakt geen deel meer van het gebeuren. Dat klopt. Ja. Ja. 10 tot 14 april 2024. Nog ruim een half jaar en dan is het zover. U bent nu onderweg naar Vlissingen. Naar het festival dat nu gaande is. Wat gaat er gebeuren en wat voor belang is eventueel voor ons? Wat bedoel je? Op dit moment? Wat worden daar overleggen gevoerd? Krijgen we daar nog leuke primeurtjes te weten? Wat gaat u doen daar? Nou, ik zal je zeker op de hoogte stellen, Maarten. Nee, ik heb overleg met twee bestuursleden. Ik ga daarheen met Paulette Smit. Dat is onze artistic manager sinds een aantal jaren. Mm-hmm. En we gaan films bekijken en hopelijk ook filmmakers spreken. Waarvoor we meteen een rechtstreeks contact kunnen leggen voor een boeking. Om het deel van het aanbod over te nemen voor Curaçao. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk ook ons eigen research wat we doen. Maar zoals gezegd, we zijn daarin natuurlijk enigszins beperkt. Ja. Omdat we niet zo'n groot netwerk en zo'n scouting team hebben. Wij kijken reikhalzend naar meer uit. Heel veel succes. We gaan weer beginnen, hè? Ja, dankjewel voor je belangstelling. Ik ben in oktober op Curaçao, gedurende een paar weken. En daar hoop ik meer te kunnen vertellen over bijvoorbeeld de oproep aan de lokale filmmakers om hun producties in te zenden. Hebben we tegen die tijd en ander nieuws. Michael Elias van het Curaçao International Film Festival. Dank en succes. Dankjewel, Maarten.